Gezelligheid, knappe mensen en een hoop reuring. Als ik daar het station uitloop, dan heb ik het gevoel dat je in het buitenland bent. It's pretty, it's so beautiful. En hele vreemde figuren, maar ik vind het wel ontzettend leuk. Bye bye. We hebben het natuurlijk over Amsterdam. In deze stad liggen maar liefst 50 musea. Het Amsterdam Museum vind je tussen het winkelend publiek in de Kalverstraat. Je ontdekt hier op interactieve wijze het verhaal van de stad, toen, nu en straks. Met de tentoonstelling Amsterdam DNA ga je in vogelvlucht door de geschiedenis van deze stad. Aan de hand van beeld, geluid en beweging kun je ontdekken hoe het DNA van Amsterdam is opgebouwd. Denk daarbij aan ondernemerschap en handelsgeest, veel creativiteit en natuurlijk het tolerante vrije denken. Het pand waarin het museum is gevestigd stamt uit de middeleeuwen. Sinds 1578 was hier het burgerweeshuis gevestigd. Speciaal voor kinderen is er daarom het Kleine Weeshuis. Ouders en kinderen kunnen daar samen beleven hoe het was om in een 17e eeuws weeshuis te leven. Je bent hier bij de regentenkamer. De deftigste kamer in het weeshuis. Naast de vaste tentoonstellingen zijn er ook tijdelijke tentoonstellingen. Zoals deze, over de Gouden Eeuw. Al sinds de eerste nederzetting aan de Amstel broeit het ondernemerschap, door de ligging nabij landbouw en aan het water. Dat ondernemerschap heeft goede en minder goede gevolgen gehad, getuige het slavernijspoor. De handelsgeest bereikt een hoogtepunt in de Gouden Eeuw. De dynamiek die toen ontstond vind je vandaag nog terug. Deze tentoonstelling is te zien tot en met 1 september. Wil je meer weten over de ins en outs van onze hoofdstad? Ga dan naar onze site.